Iedereen en leuk je weer kijken naar mijn kanaal Boke de Sims. Ik ben natuurlijk Bo en welkom bij de Sims 4 Poor to Rich Challenge. Ja, oftewel de Sims 4 Homeless Challenge, want zo heette deze serie eerst. Maar nu heb ik hem genoemd naar de... Geekcons in de stad. Nu heb ik hem genoemd naar Poor to Rich Challenge, omdat... ik zal het even uitleggen voor als je nieuw bent. En als je niet nieuw bent, zal ik het ook even uitleggen. Dit is Alyssa, die ligt nu te slapen. En ik begon de Sims 4 Homeless Challenge dus met Alyssa. En Alyssa die had geen huis, geen geld. Ze had helemaal niks. En... ik heb dus die serie gedaan en daarin ging ik werken, zoals schilderen, maar ook gewoon souvenirs zoeken, of hoe noem je dat? Ja, van die dingen die je dan uit de grond kan graven en zo, en daar krijg je dan geld voor. Dat soort dingen heb ik allemaal gedaan. Dat wil ik even niet. Die heb ik allemaal gedaan met Alyssa en zo heb ik met haar wat geld verdiend en uiteindelijk heb ik dit huisje gebouwd. Trouwens, in de vorige aflevering had ik het dak nog heel hoog, heel raar. Maar ik heb nu uitgevonden hoe ik het dak een beetje mooi krijg. Dus dit is het dak. En ik heb hier ook zo'n pilaar geplaatst. Dat hadden heel veel van jullie gezegd van, Bo, plaats daar een pilaar. Dan ziet het er wat minder raar uit, want het dak zweeft eerst zo. Maar nu ziet het er inderdaad al wat beter uit, nu er zo'n pilaar staat. En, de serie heette dus de Sims 4 Homeless Challenge. Dus homeless, geen huis. Oh, ik kom nu alweer in de problemen. Dus eigenlijk de zwerver-challenge, zeg maar. Maar Alyssa is natuurlijk geen zwerver meer, want ze heeft nu een huisje, ze heeft een familie. Dit is trouwens Hakim en die heeft ze ontmoet. Ik weet niet meer waar, maar die heeft ze in het openbaar gewoon ergens ontmoet. En die zijn verliefd geworden en wonen nu samen. En dit is hun kindje, Lana Greenfield. En zoals je ziet, ze hebben nu $6,000... toen Hakim bij ons in het huishouden kwam, kreeg ik $20,000. Dat was echt super nice. En daarvan heb ik dus het huis gebouwd en meubels gekocht en dat soort dingen. Nu hebben we nog iets meer, bijna $7,000 over. En de serie heet nu Poor to Rich. Dus dat is in het Nederlands arm naar rijk. Dus ik ga proberen hun gewoon zo rijk mogelijk te maken, om het maar eventjes zo te zeggen. Ik ga gewoon lekker het leven leven en nog steeds ga ik me focussen op geld verdienen, want ze hebben allebei nog geen baan. Ik weet nog steeds niet precies wat ik wil qua baan, want laat maar even weten. Moet ik iets freelance gaan doen? Dus dat Hakim bijvoorbeeld gaat schrijven gewoon hier zelf thuis en dat Alyssa bijvoorbeeld schilder wordt, want ze is al schilder of een kunstenaar, dat vind ik een mooier woord. Ze is al niveau 5, bijna niveau 6. Dus ze is heel goed te schilderen. Daar kunnen we natuurlijk geld mee verdienen. Dus laten we weten of jullie willen dat ik een vaste baan met hun neem. Of een freelance baan heet dat, zeg maar. Dat je gewoon zelf werkt, zelf bepaalt wat je doet en alles. De badkamer heb ik trouwens een beetje veranderd. Ik heb nu een bad met douche toegevoegd in plaats van alleen een douche. Want ik kreeg heel veel reacties van dat peuters niet in de douche kunnen. En dat klopt, dat had ik even niet aan gedacht. Dus nu kan Lana ook douchen. Of in bad. En ik heb ook een potje gekocht. Zodat ze naar de wc kan. Ja, dat eigenlijk. En voor de rest heb ik niks verder meer veranderd aan het huis. Trouwens, dit huis staat nu ook in mijn Origin galerij. En mijn naam op Origin is Bokedo. Staat ook in de beschrijving. Bokero met 4 keer een O op het eind. En Lana zit nog steeds op het potje, maar het wil niet helemaal lukken volgens mij. Ze krijgt nu ook een beetje honger. Maar ze moet wel dus eventjes wat gaan doen. Oh, kijk, ze doet wat. Ze is lekker aan het schijten op het potje. Helemaal top. Alyssa mag trouwens ook uit bed komen, want het is al 1 uur 's middags. Ik bedoel, ben je helemaal van de pot gerukt? Oké, we gaan eventjes... zullen we gewoon even onze alledaagse kleding aan doen? Oh ja, de kleding van Alyssa moest ik nog veranderen en zo. Oké, ik ga Alyssa eventjes wat laten maken. Of hebben we nog ontbijt? Oh ja, we hebben nog die fruitsalade. Nou, dan kunnen we die nog eten. En dan gaat Lana eventjes in de mand. In de mand? Ik zeg altijd in de mand. Wat erg. Ik ben dat zo gewend omdat ik zelf een hond heb. En dan zeg ik van, ze gaat in de mand. Maar ze gaat in het stoeltje. Zo. En dan geef ik haar eventjes wat eten. Een boterham met ham en kaas. Zo, dat gaat ze even lekker eten. Nou, dan gaat Hakim ook eventjes ontbijten. En dan zitten we met z'n drieën gezellig aan tafel. We gaan even een diepgaand gesprek voeren. Trouwens, ik heb het al over ontbijt, maar het is al 2:30 's middags. Ja,
Dat is niet echt meer ontbijt. Maar goed. Ik heb nog niet echt een plan voor wat ik vandaag wil doen. Ik wil misschien eventjes naar... naar GeekCon was in de stad. Dat is zo'n festival. Dat is misschien ook leuk om daar naartoe te gaan. En nou, misschien is er nog wat leuks te beleven. Ik heb geen idee eigenlijk. Het gaat zo. Oh, ze neemt niet eens even het bord van Lana mee. Maar ze vast alleen de eigen bord af. Oké. Dat kan ook. Nou, ik ga Alyssa eventjes naar de wc laten gaan douchen. Dan is dat gebeurd. En waarom wassen ze alles hier af en niet gewoon hier? Omdat dit dichterbij staat of zo. En zoveel scheelt het toch ook niet? En je hoeft er niet je handen te wassen als je nog gaat douchen. Dat vind ik altijd zo vervelend. Dan gaan ze nog hun handen wassen. Terwijl ze daarna ook gaat douchen. Dan hoef je toch niet je handen ook nog te wassen. Zo, nou, Lana mag er weer uit. Even kijken. Hakim moet eigenlijk ook douchen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus ik ga haar wel eventjes leren om alsjeblieft een dankjewel te zeggen. In de tussentijd. Oh, gaan we het toch niet doen? Nou, ik wil het wel. Het is ook heel belangrijk dat je je kind leert dat, dat ze alsjeblieft een dankjewel zegt. Moet gewoon een beetje manieren hebben. Nou, dat krijgt ze nu ook wel. Oh, Alyssa is al klaar. Nou, dan gaat hij nu even douchen. En dan gaat Alyssa maar eventjes wat met Lana doen. Kijk, we kunnen ook leren praten en zo, toch? Of hier geheugenkaarten. De basisbehoeften leren. Dat is ook belangrijk. Dus dan gaan we dat even doen. Oh, ze heeft de denkvaardigheid nu geleerd. Even kijken. 10 keer gezellig doen met je kind. Nou, dat komt al goed. Ga even lekker onder de douche, Hakim. Zo. En, oh, ze is het aan het doen nu. Dat is een wc! Zo, het kind te schreeuwen, joh. Is ze nou boos? Geef me geen bevelen. Nou, dat doe ik lekker wel. Ben je maar betoeterd? Ik ben de baas, niet jij. Kleine drol. Dat is een pan. Een koekenpan. Nee, geen koekenpan. Ik heb geen nieuws op pan heet. Zoveel verstand heb ik niet van pannen. Alyssa heeft ook bijna het volgende niveau opvoedkunde. Ook belangrijk dat je goed je kind er zo kan opvoeden. Trouwens, het is voor mij vandaag heel heet. Ja, zie je, het is heet vandaag. Nou, ik ga al stoppen hoor, Lana. Ik ga even naar GeekCon. Ik weet niet of ik Lana meeneem, want ze heeft daar niet echt iets te doen, denk ik. Oh god, dan moet ik weer raden waar het is. Ik denk, nee, het is sowieso niet daar. Hier is het misschien. Hier is het, denk ik, niet. Ik denk dat GeekCon hier is, bij de galerie. Dus ik ga daar eventjes naartoe met Hakim. En Lana gaat dan vanzelf naar de oppas. En had ik gelijk... Nee! Huh? Het is toch altijd hier? Nou, blijkbaar dus niet. Is het dan toch... Oh, trouwens is hier veel slechter weer, zie ik nu. Is het dan toch hier bij de planeet Honingknetter? Dat moet wel. Het is sowieso niet daar. Nee, het is nooit daar. Nou, ik ga hier nog even kijken. Misschien is het ook al voorbij, maar dat denk ik niet. Dus even kijken. Nou, het is hier blijkbaar ook niet. Dan is het denk ik al voorbij. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Maar ja, of het is wel op dat plein waarvan ik zei dat het daar sowieso niet was. Maar ik weet gewoon bijna 100% zeker dat het daar niet is. Het is volgens mij altijd bij de galerie. Maar goed, ik ga toch maar even kijken. Hier zo bij de karaokebar. En als het daar niet is, dan weet ik het ook niet meer. En ja, ik had gelijk. Het is hier ook niet. Nou, dan is het denk ik al voorbij. Dat is wel heel snel. Maar goed, ik heb hier eigenlijk verder niet zoveel te doen. Ik ga dan wel weer eventjes terug naar de galerie. En de galerie, ik zeg altijd, of ik zeg galerij of ik zeg galerie. Ik zeg nooit, ik weet nooit wat ik moet zeggen, want hier staat galerie. Maar ik weet niet, ik vind dat zo stom klinken. Galerij, dat klinkt lekkerder. Of je moet het op zijn Engels zeggen, dan zeg je gallery. Dan klinkt het wel, maar nee, ik vind galerie vind ik een beetje stom klinken. Maar goed, ik ga daar nu weer naartoe. Oké, daar ben ik weer. Ik ga met Alyssa eventjes een schilderij maken, want dat is al een lange tijd geleden. Volgens mij. En we gaan vandaag voor een impressionistisch schilderij. Zo, dat kwam er wel in één keer lekker uit. Deze schilderijen, daar kunnen we hier misschien nog wat leuke schilderijen ophangen. Of nee, ik verkoop die van mij natuurlijk. Nee, ik hang hier altijd schilderijen op van mensen die iets maken en het dan vervolgens laten hangen. Dat vind ik wel leuk, maar nu heeft er niemand meer wat gemaakt. En Hakim die gaat eventjes... Ja, wat gaat Hakim doen in de tussentijd? Kan hij ook nog wat nuttigs doen? Er is hier een demonstratie gaande. Gaan we nou even naar kijken. Trouwens, heeft dit schilderij niet... oh nee, ik dacht dat misschien... Alyssa had dat gemaakt, maar dat was niet zo.
Kijk, kan ik die niet eraf halen en dan... Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ik kan alleen op deze kavel wat doen. Nee, laat maar. Ik dacht misschien ook dat schilderij eraf halen en hier neerzetten. Maar nee, dat kan natuurlijk niet. Heeft deze Alyssa gemaakt? Nee, ook niet. Zo! Daar krijg je veel geld voor. Dat is een meesterwerk. En dat ligt hier gewoon gratis voor het oprapen. Nou ja, dat kan niet. Maar je kan het wel stelen, toch? Ik denk dat als je die eigenschap hebt van dat je dingen wilt jatten en zo. Oh, dat heeft ze trouwens. Kleptomaan. Oh, maar we kunnen het niet stelen. Nou, dat is weer jammer. Wat kunnen we eigenlijk wel stelen? We stelen bijna nooit meer iets. Ik denk dat we dit wel kunnen stelen. Ja, zie je? Dan kunnen we proberen te jatten. Misschien moet ik het doen. Ik denk dat ik nog wel wat geld krijg voor zo'n vaas. Of kan ik... Ja, je kan meestal niet hele grote dingen jatten. Dit beeld kan ook niet. Oh, dit kan ook. Maar krijg je daar veel geld voor? Ik weet het niet. Ik weet niet echt precies wat dat is eigenlijk. We kunnen ook dit konijntje... Oh nee, dat kan niet. Dan misschien kunnen we dat konijntje meenemen. Maar dat gaat dus niet door. Kunnen we een viool jatten? Nee, dat is dan weer te duur of te groot. Of ik weet niet precies waar ze dat op baseren. Wat je wel en niet kan jatten. Maar goed. Hopelijk krijgen we nog wat geld voor dit schilderij. Het heeft ons $75 gekost om te maken. En we krijgen er, oh, nou ja, 169 voor. Dat is toch wel wat. Ik ga het verkopen. Zo. Oh, kijk, er komt een echte schilder aan. En hij heet Omar El Koeri. Oh, daar hangen ook wat schilderijen van. Hier al, volgens mij. Toch? Ja, hier hangt er eentje. Ik ga dit ding proberen te jatten. Ook al ziet Omar dat dan, maar... Dus ik hoop dat hij het niet ziet. Oeh, is het nou mislukt? Oh, dat is awkward. Betrapt. Oh, mag het niet als er iemand in de buurt is? Nee, snap ik ook wel. Dat is ook wel een beetje raar. Maar ik dacht, het kan wel. Nee, oké, dan niet. Nu ga ik eventjes een klein realistisch schilderij maken. Hebben we al... Ja, we hebben al niveau 6. Nou, dan verwacht ik nu dat we toch wel een meesterwerk schilderen. Dat moet er nu toch wel ongeveer van komen. Nou ja, nu nog niet. Dan moeten ze misschien nog iets beter worden. Maar het kan zomaar dat het gaat gebeuren. Wat zijn we aan het doen? Hij zit hier te kletsen. Zullen we iets kopen? Wat kan je hier eigenlijk allemaal kopen? Fruit en zo. Ja, hier fruit. Bakbanaan kan je kopen. Juist, dus wat is dat duur? Hier weer, die granaatappel. $150. Ben je helemaal lekker in je bovenkamer? Nou, denk ik niet. Belachelijk die prijzen, joh. Ik ga geen aardappel voor $40 kopen. Ik heb wel betere dingen daarvoor te kopen. Nou, we hebben ook niet echt eten nodig. Ja, wat kan Hakim hier eventjes doen? Hakim kan hier eigenlijk niet zoveel doen. Heeft hij niet een muziekhobby of zo? Oh, jeetje, wat heeft hij veel... veel vaardigheden. Gitaar. Oh, zie je, hij is best goed in gitaar spelen. Nou, dan gaat hij toch even naar boven. Kijk, hier staat de gitaar. Nou, dan ga je even lekker oefenen. Ik wist helemaal niet dat hij van gitaar spelen hield. Maar misschien kan hij daar dan nog wel wat mee verdienen ook. Kan hij wat fooien zo ophalen. Maar dan moet hij natuurlijk wel eerst een gitaar kopen. Of hij heeft er al een? Nee, hij heeft er nog geen. Dat kost ook alweer veel geld. Maar we kunnen het proberen. Ik heb gehoord dat er vanavond in de bar een buitenaardse avond is. Een buitenaardse avond. Ja, ik wil wel komen. Maar dan moet ik eerst even dit snel verkopen. Zo, wat... Oh, nu ben ik alweer te laat. Verdorie. Ja, anders was ik mijn schilderij kwijt. Daar had ik ook geen zin in. Oh, kijk. Iemand heeft weer wat gemaakt. Nou, wat ik dan nu doe. Pak de schilderij. En ik plak hem hier. Zo. Is dat niet enig? Oh, er moet iets meer ruimte tussen. Zo. Anders is het niet mooi. Oké. Hier zit ook nog iemand iets te maken. Alleen dat is weer een beetje een rot formaat. Want dat past er niet echt bij. Of nou ja, het kan wel hiernaast. Want dit zijn allemaal 4 kleine schilderijtjes. Maar er kan ook 1 groot schilderij natuurlijk gewoon naast. Kunnen we niet even... Hoe heet het? Graffiti doen. Is dit graffiti? Je hebt toch altijd een graffiti vaardigheid? Heeft ze die nou dan? Of niet? Of is dat ook gewoon schilderen? Nee, ik dacht dat dat een losse vaardigheid was, maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Hier, ik ga eventjes deze straatkunst afmaken. Kijken of we daar dan een andere vaardigheid voor krijgen. Volgens mij niet. Maar ik dacht van wel. Oh, wat is er gebeurd? Betrapt. Door betrapt te worden op stelen. Oh ja, maar dat is toch al hartstikke lang geleden. Dat maakt het niet meer uit. Wat leert ze nu? Ja, ze leert gewoon de schilderkunst. Oh, ik dacht even dat er een aparte gravity vaardigheid of zo was. Maar dat is er dus helemaal niet. Oké, wat is Hakim? Oh ja, die zit natuurlijk gitaar te spelen. Oh, kijk, hij heeft al bijna niveau 4. Nou, dadelijk krijgen we nog fooi.
Nee, dat zal niet. Ik denk niet dat de mensen hier fooi gaan geven. Ik wil nou wel even door tot die niveau 4. Ja, nou wil ik dat doen ook. Zij zit lekker straatkunsten maken. Kijk eens aan. Enig. Mag dat eigenlijk wel hier? Oh, hij heeft niveau 4 al. Volgens mij mag dat helemaal niet hier. Het mag toch alleen tussen de... Tussen van die plakbanddingen. Of is dit... misschien stond hier ook van die plakbanddingen. Wie is dit? Een dode man. Akito. Oké. Gezellig. ik denk dat ik naar huis ga. Want ja, ik kan het wel afmaken. Maar dat duurde wel heel erg lang. Nee, ik ga naar huis. Want anders is Lana ook alleen. We hebben toch weer wat geld verdiend vandaag. Niet heel veel. Maar we moeten gewoon eventjes... ja, ik moet... Oh, we kregen toch wat geld. Misschien kreeg Hakim toch wel fooi. Zo mooi meegenomen dat we fooi krijgen, toch? Ja, ik vind het helemaal prima. Even kijken. Ja, we gaan naar huis toe. Kijk nou jongens, Lana die zit nu al zelf op het potje. Nou, dat is wel helemaal top natuurlijk. Ik wist niet dat ze dat al ging doen. Maar oké, ik ga eventjes wat eten maken. Macaroni met kaas ga ik maar even maken. Ja. En Hakim gaat eventjes naar de wc. Want we moeten nog dineren, ook al is het alweer super laat. Ze zijn allebei helemaal nog niet moe, omdat ze pas zo laat wakker werden. Het is ook belachelijk dat ze zo laat wakker werden. Oh, er staat hier dat ze op het kinderdagverblijf is, maar dat is helemaal niet zo. Dat is wel een beetje weer vreemd. Kan ik wel, ja, ik kan wel gewoon met haar praten, volgens mij. Er staat dat ze op het kinderdagverblijf is. Nou, het is helemaal niet. Oké, moet, ja, zij moet ook nog eventjes eten. Nou, dan ga ik eventjes Lana daar neerzetten. En dan krijgt zij ook een portie macaroni met kaas. Tenminste, dat mag ze toch ook gewoon eten. Gaat hij haar er nog inzetten of... Ja, oké, okay, gelukkig. Dadelijk sterven van de honger, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Even kijken, portie pakken voor Lana. Zo, krijgt ze ook lekker wat macaroni met kaas. Nou, en dan Hakim zelf nog eventjes eten natuurlijk. Ook belangrijk. En waarom loopt Alyssa nou in haar winterjas hier binnen? Dat is weer een beetje gek. Ik ga Alyssa even tv laten kijken. Dat heeft ze ook niet vaak kunnen doen natuurlijk, omdat ze nou, nooit een tv had toen ze... Geen huis had. Oh, waarom gaat ze niet gewoon op de bank zitten? Kan dat niet? Oh jawel, ik denk dat ze het gewoon gezellig vond of zo om daar te zitten. We gaan eventjes naar het nieuws kijken. Zo. Oh, Lana die is alweer klaar met eten. Zou ik anders even een boek voorlezen? Ik denk dat ik dat even ga doen. Waar moet dat? Peuterboek lezen. Dat moet hier. Want Alyssa heeft nog een doel. 10 keer gezellig met je kind doen. En een kind in totaal 2 uur lang voorlezen. Dus ja, dan moeten we dat eventjes doen natuurlijk. Oh kijk, daar komt ze. Ah, wat schattig. Gaat ze nou echt voorlezen? Oh, het boek... ze doet het wel een beetje de verkeerde kant op. Ze laat het niet echt goed in haar gezicht zien. Maar goed, wel schattig dat ze dat boek aan het voorlezen is. Heeft ze daar ook plezier uit? Ja, daar haalt ze gelukkig ook wat plezier uit. Want dat had ze niet zoveel. Nou, Lana die voelt zich helemaal blij. Dan voel ik me ook helemaal blij. Moet Hakim nog iets met vrienden eventjes bellen of zo? Twan. Oh, sinds wanneer hebben die elkaar ontmoet? Kan ik me helemaal niet meer herinneren. Nou, ik zal maar eventjes dan kletsen met... Twan, gewoon, ja, als we toch vrienden zijn, moeten we wel een beetje de vriendschap houden. Oh, trouwens, het is heel laat in de avond. Sorry, Twan, dat was niet de bedoeling. Ik ga Lana maar in bed leggen, ook al is ze misschien niet heel erg moe. Ze moet wel slapen, want het is 3 uur 's nachts. En heeft ze al... Oh ja, ze heeft nu al in totaal 1 uur voorgelezen. Nou, dat gaat snel. Dan hoeven we nog maar 1 keer voor te lezen en dan... dan zijn we er al. Nou... Het is alweer bijna ochtend, joh. De tijd gaat hier zo, zo snel. Maar Alyssa gaat ook lekker slapen. En dit was de aflevering voor vandaag. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!